De woonboten aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen mogen voorlopig blijven liggen. De gemeente heeft besloten om nog niet in te grijpen in het gebied wat eigenlijk wel het plan was. Volgens de wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten is de aanwezigheid van de woonboten in strijd met het bestemmingsplan. Wethouder Noël Vergunst sprak al eerder uit dat het gebied niet voor wonen geschikt is... vanwege het ongezonde leefklimaat en de naastgelegen bedrijfsactiviteiten. De discussie is ontstaan uit een gelijksoortige situatie die al eerder in Limburg plaatsvond, waarbij de Limburgse rechtbank verklaarde dat er onvoldoende grond was om in te grijpen. De gemeente Nijmegen voegt zich nu naar die uitspraak, waardoor de onzekerheid voor woonboombewoners aan de Oostkanaaldijk nog even aanhoudt.